Vanavond voor de raadsvergadering natuurlijk, maar ook voor in de rondes. De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek gedaan. Het doel van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan de invulling van het concept eigen kracht. Een onderwerp waar wij zeker ook bij aanvang heel erg over hebben nagedacht. Er ontzettend op hebben zitten puzzelen dat dat land op verschillende manieren dat het is geland in een rapport. Heeft met rekenen te maken, maar dit gaat in dit geval ook over het sociaal domein en over de eigen kracht en hoe dat in Amersfoort vorm is gegeven. Maar er zit wel iets in dit rapport wat mij begint te irriteren. En niet door het rapport, maar wel door de conclusies en de aanbevelingen. We hebben nu 2 monitoren gehad, sociaal domein. We hebben nu 2 onderzoeken gehad. Dit is het 2e onderzoek van de Rekenkamercommissie rondom het sociaal domein. En elke keer komt er rondom de toegankelijkheid en rondom de vindbaarheid en rondom de laagdrempeligheid, komt steeds naar voren dat daar toch wel een probleem zit. We gaan kijken wat we met dat rapport kunnen doen, want het is een advies aan de raad en het college natuurlijk. En dat gaan we goed bespreken, er wordt gepeild en dan gaan we daarmee verder. De PvdA-fractie gaat om natuurlijk dat zorg bereikbaar is, toegankelijk is. Vooral voor de zwakkeren in de samenleving. En zelf maak ik het ook wel eens mee inderdaad. We hebben het over loketten gehad. Ik word zelf wel eens als loket benaderd. Ja, het sociaal domein was een portefeuille van onze wethouder in het vorige termijn. Ja. Klopt, ja. Maar het werk is nog niet af. We gaan ermee verder. En nu vanuit de oppositie. We zitten niet meer in de coalitie. Dus. Hoe voelt dat? Anders, maar het is nog steeds een beetje wennen. We zijn bijna een jaar verder, maar het blijft wennen. Is er iemand die dus los van de 1-minuutronde die hierna komt op deze 2... vormen van inbreng een vraag heeft. Omdat wij het ook heel belangrijk vinden dat mensen die behoefte hebben aan zorg of echt zorg nodig hebben. Ik denk net als meneer Stoelinga, de toegankelijkheid is het belangrijkste knelpunt wat hieruit naar voren komt. Het is wel wat academisch ingestoken. In de zin, het gaat, maar dat was ook de opdracht, over het begrip eigen kracht. Is er ook al nagedacht hoe de aanbevelingen van dit onderzoek zich verhouden met de onderzoeksvraag van het externe onderzoek dat gaat plaatsvinden? Onlangs heb ik zelf mee moeten maken dat iemand gewoon niet via zijn eigen netwerk iets kon regelen. Hè? Hij kon niet verder op eigen kracht. Ik kan me heel erg aansluiten bij de vorige sprekers dat wij ook ons zorgen maken over de toegang tot de zorg en ondersteuning. Het is eentonig, maar ook wij maken ons zorgen over de toegankelijkheid en we hopen dat het allemaal heel duidelijk wordt voor mensen die het echt nodig hebben. Rekenkamer, ook hartelijk dank voor het rapport. Er staan inderdaad een aantal mooie aanbevelingen in waar we onze winst mee kunnen doen. U geeft ook aan dat in het beleid nog wel eens eenzijdig wordt gekeken naar de term eigen kracht. We constateren het steeds. En dat begint al bij de KCC, bij de eerste telefoontjes, waar het soms al mis kan gaan. Dat begint met het doorverwijzen van gemeente naar wijkteams, van wijkteams naar gemeente en ga zo maar door. In alle onderzoeken komt het naar voren en elke keer wordt er een aanbeveling gezegd, daar moeten we mee aan de slag. Maar wat is er nou werkelijk de afgelopen 3-4 jaar door de gemeente, op initiatief van de gemeente, ook werkelijk gedaan? Dinsdagavond, gratis koffie, lekker. Ik bedoel, ik heb daar nog gevraagd om een reactie van de raadsleden. Wat het plan zelf betreft, wat ik vind, is het natuurlijk wat teleurstellend dat we een actieplan hebben waar eigenlijk natuurlijk heel weinig actie is. In het kort over de 4 punten denk ik dat we daar kunnen niet tegen zijn. Maar wat me vanavond wel verbaast is inderdaad dat we, als je het rapport van 4 jaar geleden bijlegt, dat we eigenlijk bijna opgeschoten zijn. Dus ook een kans, ook voor de wethouder denk ik, om te kijken van wat voor glazieren maatregelen kun je daar dan nu nemen. Ja, tegen het pijlpunt kun je bijna niet tegen zijn. Alleen mist de CDA wat ambitie en concrete actie en oplossingen. Dat we het jammer vinden dat voor locaties waar geen ruimte voor ontwikkeling in de planning staan, dus waarschijnlijk voorlopig geen maatregelen genomen worden,
waardoor deze mensen ja, dus blijven zitten met de problematiek, dat ze hun wil verdwenen. Een half jaar geleden een aflevering van de Rijdende Rechter, ik kreeg daar toevallig naar, en er was een mevrouw die werd helemaal gek, vandaag werd het gedaan, niemand geoordeeld, de bron was niet bekend, en die mevrouw werd ook voor gek verklaard. Tot iemand met goede meetapparatuur kwam en die zei, het is de warmtepomp van uw buurman. En daar zijn dingen aan te doen. Nou, er komen steeds weer warmtepompen in de stad. Er komt steeds meer apparatuur in de stad die ook laag frequent geluid voort kan brengen. En dan is het wel zo fijn dat er ook een meldpunt komt en dat de gemeente serieus gaat kijken van wat is nou eigenlijk de bron daarvan. Het probleem is dat ik al sinds 2017 in de herrie van de Flint zit. Ja. En herrie, dat betekent het geluid van de muziek of de artiesten? Of? Ook het geluid van muziek. En daar hebben ze nu uiteindelijk gekozen voor isolatie. En dat was hoog nodig. Maar daarnaast is gewoon de herrie van de klimaatinstallaties. Die hoort u steeds? Ja. Hoog of laagfrequent? Laagfrequent en middenfrequent. Die is april 2017. Alle installaties, en dat zijn grote bakken, de grootte van een vrachtauto, zijn op maximaal gezet. Waardoor we met, even kijken, 12 bewoners gek werden van de herrie. Het punt staat nu op de agenda en het heeft de aandacht. Ja, heeft de aandacht. En hopelijk straks ook vernoemd in het actieplan wat er gaat komen. Nou, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Het wordt hoog tijd dat de gemeente meer geld spandeert aan betere apparatuur en zijn ambtenaren beter opleidt. Als je in de buurt rondvraagt, merk je er zijn meer problemen. Het is zo dat wij verplicht zijn vanuit de overheid. Het is jammer dat wij geen structurele financiële middelen hebben voor dit actieplan. En daardoor lijkt het inderdaad, zoals andere collega's ook al zeiden, alsof er weinig actie in staat. Lijkt het vooral een actualisatie van het oudere plan en blijft het uiteindelijk wel heel vaag voor een actieplan. Wat WBA betreft draagt dit stuk de verkeerde titel, want er zijn weinig of geen directe acties te noemen. Daarmee geef ik dus ook heel duidelijk aan dat ik een interactie in dit soort zaken zeker heel erg belangrijk vind. Het actieplan geluid geeft eigenlijk weinig actie. En dat was eigenlijk een veelgehoorde opmerking hier vandaag. Nou ja, dat is ook zo. En de wethouder die noemde daarna wel een hele reeks van zaken wat wel gebeurd was. Maar als je naar het staatje kijkt waar de knelpunten en de aandachtspunten zitten. Waar zit uw knelpunt? Dan even die zin afmaken, dan blijkt dat er dus geen enkel actie genomen wordt. Mijn knelpunt, ik ben van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, zit dat op de Zevenhuizenstraat en op de Hamsterweg de weg open gaat, daar nieuwe riolering in komt en er dus een nieuw wegdek op komt. Kortom, het moment om het geluid in te dammen. Precies, en dan staat er geen maatregel en wij pleiten er dan voor om daar geluidsarm asfalt op te leggen. En actie? Vonden wij wel. Ik beluister vanavond toch regelmatig actieplan, maar te weinig actie. Hoe kan dat? Nou, ik heb net aangegeven welke acties wij gaan ondernemen. Hè? En tegelijkertijd wat we al hebben gedaan. Dus dat is heel erg belangrijk. Maar vanavond gaat het vooral om de zienswijze van zowel de raad als de sprekers op te halen. Want dit is niet het definitieve plan. En zo gaat het ook in een democratisch proces. We vinden het belangrijk dat we mensen horen, dat we meenemen wat de raad ook vindt. Om vervolgens terug te komen met, hebben we goed naar u geluisterd en hebben we ook de juiste dingen te pakken. U neemt het allemaal mee en binnenkort komt dus het echte actieplan. We gaan eerst in gesprek met verschillende mensen weer. We gaan kijken wat er nog... Er zit behoorlijk wat deskundigheid. Ja, zeker. Gelukkig ook maar. Amersfoort is een slim stad. Ik wens u veel wijsheid, veel... feedback en vervolgens heel veel actie. Dank je wel. Ik ben Hans Hoving en ik ben voorzitter van de stichting Technotrend. En wij hebben een project lopen in het Amersfoortse. Dat zijn de Energy Challenges. Die doen we op dit moment bij het Hoge Land en bij het Vrel College.
En voor volgend jaar willen we 6 scholen hebben. Dus daarom sta ik hier, om te kijken of we daar werving voor kunnen plegen. Ik begrijp wel wie de doelgroep nu is, inderdaad. Maar we willen eens even uitleggen wat wij doen in Amersfoort. We doen ook nog een enorm project, dat heet Operatie Instroom. Voor technische jongeren die ons gaan helpen om de energietransitie op zijn plek te krijgen. Wij zijn van de klus, van de bouwkringloop. En wij zijn bezig om te kijken hoe wij de kleine aannemer en de ZCP'er kunnen gaan bereiken. Ik ben Volker Reidinga. En waarom ben je hier vanavond, Volker? Ik ben bij het bedrijf Vertico. En ik heb samen met Bouke Bakker van Reprintables een initiatief gestart om recycling van plastic op een andere manier te verwerken. En wij hebben zelf veel kennis van 3D printen met robots. En lokaal? Dat is de uitdaging. Want jullie blijven het hier alleen lokaal doen? Volgens nog is de insteek dat het met afval vanuit Amersfoort draaiende wordt gehouden. Ja. Ja, maar je weet het, goede ideeën die hou je niet binnen de stad. Nou, volgens nog ligt de focus op Amersfoort. Wij zijn van Plastic Dieet en wij gaan vertellen over hoe wij Amersfoort plastic vrij gaan maken. En dan niet alle plastics, maar alle wegwerpplastics, dus de onnodige verpakkingen. Ik ga het plein openen, hartelijk welkom allemaal op een bomvolle Vide. Vol met mensen enthousiast over de duurzaamheid van deze stad. Ik ben Jan Toering. Ik heb nog niet zo'n prijs gewonnen, maar mijn prijs is als u allemaal van het gas afgaat en uw woning gaat verduurzamen. Veel huizenbezitters vinden het lastig om stappen te zetten. En op basis van de woningopname hebben wij een menukaart ontwikkeld. En dit is dan toevallig de menukaart die hoort bij mijn huis. Naar woningsoort willen wij op basis hiervan een webapplicatie in de markt zetten. Daar zijn we heel druk mee bezig. Zodat mensen daarmee keuzes kunnen maken om stapje voor stapje hun woning steeds te verduurzamen. Inzamelsysteem Bouters. Hallo, ik ben Mieke Blij en ik ben van het Kringloopcentrum Amersfoort. Maar dat betekent dat ik ook ben van Klus de Bouwkringloop. En dat we eigenlijk al 2 jaar achter elkaar samen met ze de bouwkringloop als initiatief proberen om wat weggooien is zonde ook echt in de praktijk te brengen als het gaat om bouwmaterialen. En wat wij ook graag willen, waar we heel erg mee bezig zijn, is het laagst mogelijk gradatie huishoudelijk afval verwerken. Nou ja, we inspireren de duizenden mensen om daarmee aan de slag te gaan. Het is ook vaak een eerste stapje naar een sowieso duurzamer en bewust leven. En dat doen we dus onder andere met de Plastic Dieet app die we nu samen met Toekomstfonds aan het ontwikkelen zijn. Nou ja, wat we vooral moeten doen is zeggen van, u doet al ongelooflijk veel. Dat ondersteunen wij, dat willen we graag delen en dat willen we ook bekendmaken in Amersfoort. En zorgen dat er nog meer mensen zich kunnen aansluiten bij die kopgroep. Want dit zijn duidelijk de initiatieven die bij die kopgroep horen. En hoe ondersteunt u het? Op allerlei manieren. Door te zorgen dat de informatie verspreid wordt, door kleine ondersteuning. Hè? Met zo'n toekomstfonds bijvoorbeeld. We zijn aan het kijken in verband met de Economic Board Utrecht. Dan heb je het echt weer over een schaal groter. Maar ook heel klein. We hebben net vlaggen uitgedeeld. Zodat mensen ook kunnen laten zien van, kijk eens, ik ben hier met duurzame ontwikkeling bezig. Een variant op de pluim op je hoed. En de pluim aan het gebouw zou ik zeggen. Iedereen mag het zien, deel er mee. Ja hoor. Voorbeelden van good practice. Absoluut. En daar hebben we er zoveel van, dus laten we die vieren. Hoort, zegt het voort, aan u zal niet liggen. Nee, aan ons zal het ook niet liggen. Wij werken daar graag aan mee. Stichting zonder wensoogmerk, dus we willen wel heel graag juist met de jeugd kijken naar de verduurzaming in de toekomst. Dus de winst is de toekomst. De winst zit in de toekomst. U bent gast van de raad, staat er op uw revers. Is dat leuk? Ik vind het leuk. Hoe bent u hier zo gekomen? Ik kreeg een uitnodiging via de post. En ik heb daarop ingeschreven. Dus, want het leek me wel interessant. Ja, en was u hier al eerder geweest? Ik ben wel eens in het stadhuis geweest, ja. Ook bij zo'n politieke vergadering? Ja, ook. Op het plein hier, dat heb ik ook wel eens. Als ik weer een uitnodiging krijg, dan ga ik er weer naartoe. Hebt u al favoriete raadsleden? Nee. Had u die al voor de verkiezingen?
Ook niet, echt niet, niet persoonlijk, laat ik het zo zeggen. Doen zij voldoende om te zorgen dat u weet dat zij in de raad zitten? Nou, niet echt. Meneer Bilbil, u gaat een motie indienen. Wat voor motie behelst dat? Het gaat om een motie die eigenlijk de woningnood die wij hier in Amersfoort hebben moet gaan oplossen op korte termijn. Door middel van tijdelijke woningen die we moeten gaan plaatsen hier in de Amersfoort. Waar denkt u aan bij tijdelijke woningen? Kijk, voorheen hadden we aan de EMA hadden we ook tijdelijke studentwoningen. Dat zijn woningen die gewoon best wel kwalitatief zijn en duurzaam. Maar die kunnen tijdelijk neergezet worden en die kunnen over een paar jaar weer weggehaald worden. En iets dergelijks zou u ook willen voor al die, met name heel veel jonge woningzoekenden, die nu 2, 3, 5, 6, 8, 10 jaar op een wachtlijst staan? Ja, je zegt het al, het is te gek voor woorden hoe lang mensen moeten wachten op een woning. Het is voornamelijk voor starters, maar ook voor mensen met acute woonproblemen. Zoals bijvoorbeeld gezinnen in complexe situaties waarin een scheiding is, waarin een van de ouders gewoon direct een woning nodig heeft omdat hij niks anders heeft op dat moment. En daar proberen wij ook een oplossing in te vinden door middel van die tijdelijke woningen, waarmee wij de woningvoorraad nog wat kunnen uitbreiden op korte termijn. En u heeft ongetwijfeld, want u maakt er een gewoonte van om moties in te dienen die dan raadsbreed aangenomen worden. U heeft ongetwijfeld al gepeild hoe de meningen liggen. Hoe liggen ze? De meningen liggen op dit moment gewoon goed, want iedereen wil wat doen aan de woningnood hier in Amersfoort op dit moment. Ik heb wat lopen polsen, dus het ziet er op dit moment wel goed uit. En ik wacht het even af. Nou, wij zijn uitgenodigd door de gemeenteraad om te komen kijken hoe het gemeenteproces... En hoe bevalt dat? Nou, het is wel een eye-opener, moet ik zeggen. Je hoort wel dingen van verschillende fracties, hoe ze er een beetje over nadenken. En je hoort dingen wat je nog niet wist. Dus ja, perfect. Kortom, een leuke avond. Ja, eten was prima. En, U heeft hier ook gegeten? Ja, we hebben ook hier gegeten. Ja. Goede maaltijd? Ja, prima. Dus we hebben goed verzorgd. En dan zo'n avond, wat neemt u er nou van mee naar huis? Nou, dat de besluitvorming eigenlijk toch vrij moeilijk is, hoor. Dat het heel lang duurt. Ja. Mevrouw Koet, u gaat de stadswormerij onder de aandacht brengen vanavond. Waarom? Nou, de stadswormerij is de afgelopen periode heel veel in het nieuws geweest. Maar de stadswormerij is nog steeds niet aan de gang. Ja. Er wordt heel, heel veel gepraat. Ja. En dat is... We hebben een nu veehoudersbedrijf, de stadswormerij. Ja. Het is toch heel raar dat dat zo genoemd wordt, maar daar zit je wel mee. Dus ja, ook de voedselwarenautoriteit heeft ernaar gekeken. Je zit gewoon vast aan hele ingewikkelde regelgeving. En daar gaat u proberen wat eenvoud in aan te brengen? Nou, ik wil in ieder geval de wethouder bemoedigen en zeggen, ga ermee aan de gang, ga naar Schouten, ga naar de minister, ga dat eens voorleggen. Om dat wat te versnellen en te kijken wat we maar kunnen doen. Maar er is een regelgevend kader inmiddels opgesteld. Alleen, dat hele wormerijverhaal is er nu niet goed in opgenomen. Zoals veel in Europa, allemaal veel te ingewikkeld. Want u vindt het een goed idee, die stadswormerij. Is een fantastisch idee. Hup, aan de bak. Niet lullen, maar poetsen, zeggen ze in Rotterdam. Broezen, zeggen ze in het oosten van Nederland. We gaan broezen met z'n allen. En nu zal het niet liggen. Nee, zeker niet. En soms denk ik, is de oplossing ook kan veel makkelijker zijn. Ja. En vanavond heeft u een probleem voorbij zien komen waarvan u zegt, nou, als je dat dan zo doet, dan is het opgelost. Ja, klopt. Welke? Parkeerprobleem Soesterkwartier. Want vlakbij het station, daar staat een hele grote parkeergarage die eigenlijk altijd leeg staat. Waarom geven ze dat niet vrij of maken het gratis? Dat mensen daar kunnen parkeren en dan zou in het Soesterkwartier denk ik een heel stuk opgelost zijn. U wil wat meer vuurwerk hier? Nou, de strekking van de motie is om te kijken of wij een externe partij kunnen vinden die een vuurwerkshow gaat organiseren aan het einde van het jaar, met oud en nieuw. En dan geen los vuurwerk meer? De strekking van de motie is een vuurwerkshow organiseren. Er wordt met geen enkel woord gerept om vuurwerk te verbieden of de verkoop ervan te verbieden. Dat is op dit moment totaal niet aan de orde. Dus dan zou het NN worden? Ja, dat klopt. En waarom dan een vuurwerkshow? Nou, er zijn genoeg steden die dat hebben. En uit onderzoek is ook gebleken dat de steden die dat organiseren, dat daarbij het beter is voor het milieu. De vuurwerkverkoop die is minder ongelukken, de veiligheid is beter. De Raad voor Veiligheid heeft dat onderzocht en er ligt een goed rapport. En dat willen wij graag volgen. Kortom, als het aan u ligt en een aantal medestanders, dan hebben wij komend jaar al een vuurwerkshow? Ja, dat is wel heel erg kort. Dat gaat niet lukken. Grote stappen snel thuis, meneer Massoudi. Begrijp ik, maar we moeten toch ook even kijken of er een goede locatie beschikbaar is waar dat kan. En om te kijken of er partijen zijn die dat eventueel zouden willen kunnen organiseren. En als dat zo is, dan gaan wij samen met meneer Bode, we gaan samen op de camera. Staan wij dan, volgend jaar met z'n tweeën
te kijken, ja. Zo naar boven, naar het vuurwerk. Ik zou vragen of mijn vrouw dat goed vindt. Akkoord.